ben ik een paar keer meegegaan en zo is het eigenlijk gekomen dat ik me mee ga helpen. Ja. Dus, en dan ga ik nu dit jaar beginnen met de assistentencursus. 2002 heb ik een assistentencursus gedaan. Ja. En nou, dat viel eigenlijk zo goed dat je steeds meer wil leren en zo, ook aan die kinderen. Dat ik dacht, nou, dan ga ik nog verder. Dus dan ga ik een cursus voor. Assistent heb ik altijd zelf getraind, maar dat doe ik sinds kort niet meer. Dat was niet meer te combineren, dus vangen en trainen zelf. Ja, jazz lessen dan. Vier verschillende leeftijdsgroepen. Ik heb heel lang op turnen gezeten en zo een acrogeer. Dus ik heb al vanaf dat ik 7 ben of zo bij de vereniging. Ik ging eigenlijk vanzelf dat je wel eens blijft kijken en dan ga je wat helpen en zo. En op een gegeven moment vragen ze dan van, wil je geen assistentencursus doen? Vanaf 12 jaar mogen ze vangen. Mogen ze assistentencursus doen. En de jongere meisjes die helpen vaak bij de kleuter. Dus bestuursleden zijn nu heel actief en proberen echt allemaal nieuwe dingen te kunnen. Ja, er is nog een activiteitencommissie. En die activiteitencommissie is dus, die organiseren een speldag jaarlijk. En die regelen bijvoorbeeld ook wederom jeugdleden voor jurymeisjes. We hadden met Sinterklaas dan, we hadden Zwarte Pieten die naar de les komen. Ik help vaak wel mee, zoals met dit soort dingen en zo. En dan een keer met wedstrijden weer turnen, dat ik drankjes verzorgd moet worden. Sommige in het lesgeef zit ook nog in de clubbladcommissie. Klopt. De kopij inzamelen en het allemaal in de juiste volgorde zetten. En eens in de zoveel tijd, maar daar hebben we een verdeling in. De brug in elkaar vouwen. Het wordt door jeugdleden gedaan, die vullen het, die vouwen het in elkaar. En gaat dat dan per groep af? Ja, er wordt gekeken welke leiding aan de beurt is en dan die groep, de wat oudere kinderen, die gaan dan meehelpen. Uiteraard staan er stukjes voor onze, voor ons clubblad, kinderenthousiast maken, het stond in een nieuwsbrief. Dus nu met de sport- en speldag wordt er als leiding zijn er wel van je verwacht natuurlijk dat je er bent. Je gaat eerst met z'n allen bij elkaar zitten kijken wat is het thema zo dan. En dan ga je het uitwerken zo. En dan die denken in totaal een stuk of 4, 5 avonden of zo dat je bij elkaar komt.